Vorig jaar noemden wij Homefront nog de verrassing van de E3. En dit jaar is de game gepromoveerd tot de beste game van de E3. Hetgene wat we dit jaar weer achter gesloten deuren te zien krijgen was zo indrukwekkend. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen die in Homefront zitten waar ik heel erg enthousiast van word. Bijvoorbeeld de setting. Het hele idee van dat jij een normale burger bent. Je leidt gewoon je leven en op een dag valt Korea de Verenigde Staten binnen. Wat doe je dan? Probeer je gewoon over te geven aan de nieuwe macht of ga je het verzetten? Nou, natuurlijk doe je het laatste, want anders zou je volgens mij een hele saaie game krijgen. En vanuit dat verzet bleef je gewoon hele, nou ja, je beleeft niet toffe dingen. Je maakt gewoon hele spannende dingen mee. En wat Homefront heel goed doet, is aan de ene kant toffe actie bieden. Maar tegelijkertijd ook het verhaal de ruimte geven. En in de presentatie zagen we bijvoorbeeld hoe de held van het verhaal wakker wordt in een Amerikaanse nederzetting. Bij iets van 3 of 4 huisjes bij elkaar. Waarbij over de bomen werden allemaal camouflage zeilen gespannen. Waardoor de Koreanen niet zagen met hun vliegtuigen dat daar leven was. En in dat kleine nederzettingje waren gewoon de mensen zelf voorzienend. Elk stukje aarde werd gebruikt om groente te verbouwen. Je had een man die een geit aan het melken was. Een kindje zat nog op de schommel een beetje te spelen. Want het leven gaat natuurlijk ook gewoon door. En terwijl je daar rondloopt, heb je toch zoiets van, ja, fuck, het is toch wel redelijk serieus wat hier aan de hand is. En ik ben een patriotistische Amerikaan. Ik moet proberen om hier iets van te gaan maken. Ik moet gewoon die vijand opzoeken en ze proberen te ontregelen om uiteindelijk als deel van een grote opstand de Koreanen weer van het Amerikaanse grondgebied afzien te werken. En dat was dan ook het tweede gedeelte van de presentatie, het actiegedeelte, waarbij je naar een soort Amerikaans shoppingcentrum was afgereisd, waar de Koreanen een basis hadden neergezet. En ja, hier ging je gewoon proberen om die Koreanen uit te schakelen. Het begon met mortiervuur van jouw kameraden. Het ging in het begin helemaal goed, maar toen werd er over de radio geroepen van pas op, de tweede mortierschot gaat jouw kant op. En ja, je ziet op dat moment een grote raket op je afkomen. Je springt naar beneden, maar voordat je weet zit je in een grote vuurzee terecht. Er is chaos. Je weet niet echt heel goed waar je maten zijn. Leven ze nog of zijn ze door die raket geraakt? Maar tijd om daarover na te denken heb je gewoon niet, want die Koreanen openen gelijk het vuur. Je rent door de vuurzee heen, je begint te schieten. Uiteindelijk kom je weer op een iets rustig momentje dat je even op adem kan komen. Je komt daar weer je kameraden tegen en die zeggen van, hey, vergeet niet dat we ook nog een speciaal wapen hebben. Ik ben even de naam van het ding kwijt, maar het is eigenlijk gewoon een op afstand bestuurbare tank. Die roep je in, die komt het slagveld oprijden en vervolgens geef je die opdracht om de Koreanen te bestoken. Nog meer raketten, nog meer explosies. Je hebt een sluipschuttersgeweer, daarmee zoom je in, schiet je door een been van de Koreaan. En toen was de presentatie weer afgelopen. Het was ongelooflijk indrukwekkend. Het ziet er goed uit, naar mijn mening. Het geeft echt gewoon een filmisch gevoel neer. Het lijkt net alsof je in een film als Saving Private Ryan alleen dan op een hele andere manier zit. Maar die spanning, die emotie, die lijken de ontwikkelaars fantastisch in deze game te steken. Nogmaals, de setting, de narrative, de andere personages lijken mij heel erg interessant worden. En ja, ik kijk uit naar Homefront. Ik kijk hier echt oprecht naar uit. Hij komt pas in 2011. En het is gewoon te hopen dat ontwikkelaar Chaos Studios, die we vooral kennen van Frontlines, was wat op zich wel een aardige game was, maar niet de AAA-title waarvan ik verwacht dat Homefront dat wordt. Ja, ik hoop gewoon dat ze die goede lijn die ze nu hebben gevonden door kunnen zetten. En dan kan dit wel eens de game van 2011 worden.